Yo, welkom bij Geld op Geld. En welkom weer bij deze portfolio-update. Is weer even geleden en het is ook een bijzondere dag, zeker voor mijn portfolio. Tesla is mijn grootste positie, heeft kwartaalcijfers bekendgemaakt en staat vandaag echt enorm in de plus. Waardoor vandaag ja, een van mijn beste dagen ooit is op de beurs. Uh, nou, verder heb ik ook een aantal transacties uitgevoerd. Ik heb het een en ander gekocht, het een en ander verkocht. Laten we dat ook even doornemen. Laten we er gewoon even induiken. Nou, hier is hij dan weer, mijn portfolio, met op dit moment een portefeuille van 94.225 euro. Um, vandaag dus een hele mooie plus, plus 4,61%, uh, plus 4.650 euro ongeveer. De beurs is nog open, is heel volatiel, zeker Tesla is nu heel erg volatiel, nadat die kwartaalcijfers uh, gisteravond na de sluiting bekend werden gemaakt. En in totaal nu een winst van 37.561 euro. En daarmee nu ook letterlijk een record voor mijn totale winst. Dus ja, heel erg blij mee. 37.500 euro is natuurlijk uh, ja, heel erg veel. Uh, maar wat ook natuurlijk opvalt, is dat ik nu meer dan 10.000 euro aan cash heb. Want ik heb hier en daar wat verkocht en ik ben langzaam aan mijn cashpositie aan het opbouwen. Want ik toch vind het over het algemeen aandelen op dit moment heel erg. Bereizigd zijn. Nou, laten we weer beginnen met mijn transacties van de afgelopen maand en dan vervolgens even al mijn posities doornemen. Van boven naar beneden gesorteerd op waarde en dan nou, gaan we ook even natuurlijk Tesla doornemen. Uh, laten we eerst even beginnen met mijn transacties. Dan zien we, even kijken, onderaan BYD uh, 2 oktober verkocht. Uh, 100 stuks voor 34,82 euro. Ik heb BYD Volgens mij is van 7-8 maanden vastgehouden. Uh, stond zo'n 40-50% in de plus mee. Een Heel mooi rendement. Heel blij mee geweest ook. Ja, de waardering werd duurder. Ik heb BYD gewoon verkocht. Winst genomen. Ik denk nog steeds een hele interessante investering voor de lange termijn. Uh, mensen denken wel eens dat als ik een aandeel verkoop dat ik er heel negatief over ben of niet optimistisch ben. Nee, ik denk dat BYD een winnaar is uh, op de lange termijn. Maar hij is duurder geworden. En als die zoveel duurder wordt, dan is de risk reward gewoon minder interessant. Plus, ik ben dus langzaam aan mijn cashpositie aan het opbouwen. Afscheid gen uh, genomen van BYD. Met een heel mooi rendement dus. Nou, dan hebben we ASML. Uh, ASML had ik 15 oktober twee stuks van verkocht voor 798 euro. Op zich wel grappig. Uh, diezelfde dag uh, was ASML enorm hard gedaald nadat de kwartaalcijfers uh, gelekt werden. Uh, en een dag later, uh, 16 oktober, had ik vijf stuks weer gekocht voor 641,4. Dus eigenlijk een hele mooie swingtape. Enorm verschil natuurlijk in één dag. 798 euro naar de 641,4. Um, ik had twee stuks van ASML. Ik had een kleine positie. De ASML is flink gestegen. Was weer wat duurder geworden. Ik vind ASML nu nog steeds duur, moet ik zeggen. Um, kom ik zo nog wel even op terug. Maar omdat die was gezakt, weer interessanter geworden... Uh, ook al zijn de vooruitzichten wel wat minder voor 2025, ik denk dat ASML in verhouding meer is gedaald dan misschien uh, had gemoeten. En dat die nu, ondanks die slechtere vooruitzichten, veel interessanter is vanwege de lagere waardering. Dus 5 stuks van ASML gekocht. Dan hebben we Dropbox, uh, 115 stuks van verkocht, 26,59 dollar. En daarmee afscheid genomen van Dropbox. Uh, er zijn een aantal aandelen die voor mij in principe hold zijn. En Dropbox was ook een van die aandelen. Maar omdat ik dus mijn cashpositie wat wilde opbouwen. Ook voor het uh, cijferseizoen op dit moment. Uh, voor het geval de bepaalde aandelen zakken. Zoals dus met een aansmel dat ik die eventueel kan kopen. Nou, Dropbox daardoor verkocht. Dan hebben we Hims Hurs. Hims Hurs 100 stuks van verkocht voor 23,59. Ook bij Hims Hurs heel toevallig een dag later zo'n 10% in de min. Uh, ik heb nog steeds een hele grote positie. Uh, wat betreft Heimse Nerds. Het is voor mij nog steeds een top 3 positie. Het werd een top 2 positie, omdat die zo hard was gestegen. Even wat winst genomen. En ook bij Heimse Nerds blijf ik nog steeds heel erg optimistisch voor de lange termijn. Maar ja, hoe duurder, hoe minder interessant. Uh, dat even over mijn transacties. Maar laten we even teruggaan naar mijn portfolio. En laten we gewoon even mijn. Posities doornemen van boven naar beneden. Mijn gedachten erbij, wat er speelt bij bepaalde aandelen, wat ik eventueel van plan ben om te doen. Nou, dan hebben we Tesla natuurlijk bovenaan veruit mijn grootste positie met nu een waarde van zo'n 30.000 euro. Uh, zit zo rond de 250 dollar, vandaag zo'n 17% in de plus. Ja, echt een enorme stijging na de kwartaalcijfers van Tesla. Is ook natuurlijk een heel volatiel aandeel. Zal niets veranderen. Tesla zal een heel erg volatiel aandeel blijven. Zeker de komende 5 jaar of iets dergelijks. Totdat Tesla ooit volwassen wordt. Um, als Tesla misschien niet meer een enorme potentie heeft. Uh, dat zal denk ik nog veel langer duren dan 5 uh, of 10 jaar. Maar uh, nou, hoe dan ook? Enorme stijging plus 17,19% op dit moment. En zit dus weer rond de 250 dollar. Nou, ik heb gisteravond de kwartaalcijfers van Tesla gelivestreamd. Uh, die zou je nog even kunnen bekijken als je wil. Als je gewoon naar mijn YouTube-kanaal gaat, dan onder live is er een livestream van iets meer dan een uur. Uh, drie kwartier van uh, heel die livestream gaat dus over Tesla, over de cijfers. Ik heb heel de deck doorgenomen. Uh, we kunnen even kort een samenvatting van, zeg een minuut of twee doen, voor, uh, wat betreft de kwartaalcijfers van Tesla. Uh, dit zien we in de media. Tesla shares jump on profit beat Musk's prediction of at least 20% vehicle growth next year. Heeft hij aangegeven dat er inderdaad een groei zou kunnen komen van 20%? Wat betreft dus uh, de aantal verkochte auto's. Nou, dat klinkt natuurlijk heel erg goed. Zeker ten opzichte van de laatste, wat zal het zijn, 5, 6 kwartalen die toch tegenvallen qua groei. Kijken we naar IPS. 72 cent winst per aandeel. 58 cent werd verwacht. Een hele mooie bied. Tesla heeft gewoon veel meer winst gerapporteerd dan wat werd verwacht. Omzet: 25,18 miljard. 25,37 miljard werd verwacht. Is dus wel een mis wat betreft omzet. Kleine mis, maar goed, alsnog een mis. Omzet groei van 8%. En daarmee gaan de cijfers weer de goede kant op. Uh, even een hele korte samenvatting: profitability is dus heel erg netjes. Als, als we kijken naar operating inkomen, net income. Uh, Non-gap net income, operating cash flow, free cash flow van 2,7 miljard. Uh, 2,9 miljard increase in our cash and investments. Tesla heeft nu 33,6 miljard dollar aan cash op hun balance sheet. Met ook nog eens weinig schulden, dus nou, Tesla heeft een hele mooie balance sheet. Verder, increased AI training compute by over 75%. Ze zijn gewoon heel erg hard aan het um, investeren in AI veel NVIDIA GPU's om zoveel mogelijk data te gebruiken, om die letterlijk miljarden kilometers aan data te gebruiken om FSD beter te maken. En een hele belangrijke: niemand heeft die data van Tesla en niemand kan die data van Tesla krijgen. In ieder geval niet de komende, zeg, 5 jaar, waarschijnlijk 10 jaar. En als iemand dat zou willen, dan zouden ze daar waarschijnlijk heel veel honderden miljarden dollars aan uit moeten geven. ...om dus heel veel auto's uit te rusten met sensoren, et cetera, et cetera, uh, nou, Verder zien we het volgende. We zien uh, een hele belangrijke hier ook nog. Nou, 8% omzetgroei dus. Maar die total gap gross margins zijn gestegen naar de 19,8% wat we hier zien. En het lijkt erop dat die 17,4% van het eerste kwartaal van 2024... ...dat dat een bodem was en dat we nu weer langzaamaan omhoog en omhoog zullen gaan... En dat vindt Wall Street natuurlijk ook heel erg mooi om te zien. Uh, verder hier ook een heel mooi overzicht van energie. Energy and services and other gross profit is enorm hard aan het stijgen. En dit zal steeds groter, groter en belangrijker worden voor Tesla. Uh, verder zien we de outlook. Ze geven aan dat ze tussen die twee groeicurves in zitten. Dat geven ze weer aan. Verder nog een hele mooie is het volgende. Namelijk dat ze aangeven... Dat ze on track zijn voor start of production in the first half of 2025. Wat betreft more affordable models. Ik dacht zelf vooral de Model 2 um, en de uh, Robotexi. Maar Elon Musk was daar toch een beetje onduidelijk over tijdens de earnings call. Het lijkt erop dat die Model 2 misschien niet gaat komen. Lijkt erop dat die Robotexi de Model 2 is eigenlijk. Er werd namelijk gevraagd wanneer de 25.000 dollar auto zal komen, de niet taxi variant. En Elon Musk reageerde meteen. Nee, we maken helemaal geen niet-robot. Uh, uh, uh. ja, de toekomst is echt autonoom. En dan ging hij daar weer dieper op in. Het is een beetje vaag. Uh, laten we er even kort naar luisteren, Dat hebben we op Discord ook behandeld. Uh, nou, laten we gewoon even luisteren. Uh, similar uh, question next. Uh, when can we expect Tesla to give us the $25,000 dollars non taxi regular car model? Well, we're, we're not making it on. <laughs> yeah, all our vehicles today are robotaxis. Yeah, I think we've made just... very clear that uh, we're, 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 like the future is autonomous. Uh, it... Yeah, and to ginger er weer dieper op in, maar wat ik hier ook zei, je kan het op verschillende manieren interpreteren. Zegt Elon dat er geen Model 2-achtige auto gaat komen? Of bedoelt hij inderdaad dat alle auto's robotopties zijn, dus ook eventueel die 25.000 dollar auto. Er zijn meerdere meningen over, uh, meerdere mensen speculeren erover. Um, we gaan het zien. Uh, ik denk vooral ook dat Elon Musk echt wel weet waar hij mee bezig is, maar het lijkt er wel steeds meer op dat die RoboTaxi de Model 2 eigenlijk is. Maar goed, de start of production in the first half of 2025. Dat is in principe al over een paar maanden. Dus het duurt niet meer zo heel lang tot we daar meer over zullen horen. Ja, ik blijf gewoon net zo optimistisch over Tesla wat betreft de lange termijn. Dat het aandeel nu 15, 16% in de plus staat, prima. Dat de marges de goede kant op gaan, prima. Dat we weer wat groei zien, prima. Um, als we dat niet zagen, vond ik dat eigenlijk ook helemaal prima. Het gaat mij echt om komende vijf jaar, zelfs bij Tesla misschien de komende tien jaar. Ik verwacht heel veel van Optimus. Uh, FSD verwacht ik op zich ook veel van, maar dat blijft denk ik nog wel redelijk onzeker. Uh, goedkopere elektrische voertuigen zullen het denk ik beter doen. Ik denk dat elektrische voertuigen de toekomst zijn en dat Tesla daar de nummer één speler in gaat worden. Wat ze in principe nu al zijn, maar dat ze dat blijven terwijl de markt groter wordt. Dat even over Tesla, voor mij een hold op dit moment. Natuurlijk een hele mooie stijging. Dan hebben we Amazon. Amazon vandaag een licht groene dag. Voor mij ook een hold. Ja, Amazon doet het prima. Staat op ongeveer hetzelfde niveau als een half jaar geleden. Zoomen we iets meer uit. Een jaar geleden een heel stuk lager. Een jaar geleden rond de 130 dollar. En dat zien we toch bij heel veel big tech aandelen. Dat ze het begin van het half jaar enorm hard waren gestegen. Net als ook bij een meta en bij andere bedrijven. En dat ze nu wat vlakker uh, staan. Helemaal prima. Ik investeer ook in Amazon voor de lange termijn. Mocht Amazon zakken, heb ik zelfs, zoals je boven een order klaarstaan. Uh, die was bijna gehit en uh, toen ging Amazon weer stijgen, stijgen, stijgen. Uh, voor mij nu op dit moment een hold, behalve als Amazon dus flink daalt. Dan hebben we Hims Hurs. Ja, Hims Hurs, ik denk een hele mooie, alles aandelen, een hele interessante. Uh, ik sta er heel erg mooi mee in de plus ook. En wat we net hebben gezien uh, bij mijn transacties, dus een pluk van Hims Hurs verkocht, 100 stuks. 23,59. Nou, HIMS was gisteren flink gedaald. Uh, eigenlijk flink gedaald naar het volgende. Novo Nordisk FDA to ban compounding pharmacies from making ozempic Wegovy copies. En ja, hier reageert HIMS-neus continu heel erg volatiel op, zowel naar boven als naar beneden. Over heel die weight loss management waar ze mee bezig zijn. Als hier positieve geluiden overkomen, stijgt HIMS-neus met een 10 20, 30 procent in een paar dagen. En als er slecht nieuws komt, zoals dit gisteren, nou, dan daalt Himsneurs weer 10%. Ik denk dat het overdreven is. Heel die weetlos uh, gebeuren is op dit moment maar een heel klein gedeelte van Himsneurs. Heeft natuurlijk wel heel erg veel potentie. Maar ja, blijkbaar discount Wall Street dat naar de lange termijn uh, heel erg agressief. En reageert Himsneurs daar ook heel erg agressief op. Um, nou, we gaan zien hoeveel uh, omzet die weetlos gedeelte uiteindelijk zal opleveren. Maar ik denk dat Himsoners langzaamaan netjes zal blijven groeien. Met of zonder die weight loss management. Wat ze nu al heel erg veel kwartalen heel erg netjes doen. Uh, met ook nog eens hele hoge marges. Ze zijn niet zo heel lang winstgevend. Maar ook die PI-ratio en de winstgevendheid zal de goede kant op gaan. Verwacht ik zelf de komende vele kwartalen. Uh, dus ja, ik blijf gewoon investeren in Himsoners. Ook al heb ik dus een pluk verkocht. Mocht Himsoners zakken, zal ik waarschijnlijk weer een pluk kopen. Ik denk zo rond de 20 dollar. Um, en dan zal het een hele mooie swingfleet zijn geweest. Zo niet is het een hele mooie positie ja, aan mijn top 3 positie. Het was zelfs mijn top 2 positie. Um, dan hebben we Alibaba. Alibaba, ook een hele volatiele, was echt flink gestegen naar de 130, 140 dollar. Ik stond er weer heel mooi mee in een plus. Nu weer flink gedaald. Uh, vandaag weer min 2%. Ik sta weer in de min met Alibaba. Blijft een heel laag gewaardeerd Chinees aandeel. Ik denk dat Chinese aandelen voor de lange termijn heel interessant zijn vanwege die lage waarderingen. Maar hebben natuurlijk ook relatief veel risico omdat het dus weer Chinese aandelen zijn. Alibaba is nu op, de, op dit moment voor mij gewoon een hold. Vici Properties is voor mij ook een hold als een read. Uh, bezit ik nu ondertussen ook al wel even uh, een mooi rendement op van uh, 9,15%. En ook als stabiliteit denk ik een hele mooie. Mochten we inderdaad negativiteit krijgen, mochten we een recessie krijgen, mochten de beurs dalen met 10, 15, 20% of wat dan ook. Dan zal Vici waarschijnlijk veel minder dalen dan dat. Uh, VG is gewoon een hele stabiele REIT met een heel mooi dividendpercentage. Dus blij met extra stabiliteit in mijn portfolio door VG. Dan hebben we Alphabet, oftewel Google is op dit moment voor mij ook een hold. Mocht Google zakken, zie ik mezelf wel een pluk kopen van Google. Google heeft, denk ik zelf, gewoon echt een veel te lage waardering. Google is een geweldig mooi bedrijf. En er is negativiteit de laatste tijd omtrent concurrentie van onder andere ChatGPT. Er is wat negativiteit omdat ze Google een monopolie vinden en dat ze. Alphabet eigenlijk willen opsplitsen. Maar ja, als je kijkt wat Alphabet allemaal heeft met Google en met YouTube en Google Cloud, die heel hard groeit nog steeds heel erg veel potentie heeft. En dan een Ford PI-ratio op Google van op dit moment zo rond de 20. Ja, dat is als je mij vraagt, veel te laag voor zo'n sterk bedrijf als Google. Dat ook nog eens sinds kort dividend is begonnen uit te keren. Met een hele sterke balance je dat aandelen terugkoopt. Ja, dit is ook gewoon denk ik zelf een hele mooie winnaar. Op de lange termijn, zeker dus met de huidige waardering. Uh, dus nu een hold, mocht die zakken, zou ik graag Google weer willen bijkopen. PayPal doet het heel erg goed. PayPal is flink gestegen. Uh, als we even naar de laatste paar maanden kijken, vooral vanaf nou ja, eind juli, rond de 60 dollar, zelfs onder de 60 dollar, nu boven de 80 dollar. En het mooie aan PayPal is dat PayPal een hele lage waardering had. Nu dat hij is gestegen van een 60 naar de 80, nog steeds een PI-ratio /E van onder de 20. En dat is zo mooi als je een goedkoop aandeel kan vinden, zoals PayPal. Dat als dat aandeel stijgt, want we zien nu betere cijfers van PayPal, wat meer positiviteit voor de langere termijn. Als PayPal gewoon met 8% omzetgroei kan groeien, wat ze ongeveer doen, wat ik ongeveer verwacht van PayPal, met zo'n lage waardering als vooral die PayPal had, kan je dan hele mooie rendementen behalen. Dus heel blij met hoe PayPal dat doet. Heel blij ook met hoe de nieuwe CEO het doet tot nu toe. Pool Corporation vandaag een hele mooie stijging plus 7%. Nadat Pool Corporation kwartaalcijfers bekend heeft gemaakt. Uh, nou, Pool Corporation beats Q3 profit estimates on demand for maintenance services. Ja, over het algemeen zien we toch wel wat zwakte in de economie. En natuurlijk dus ook met ja, onder andere zwembaden. Uh, er worden onder andere minder huizen gekocht. Uh, zwembaden zijn heel erg duur. En Rentes zijn nog steeds relatief hoog. Maar Pool Corporation heeft een heel groot gedeelte van hun business in onderhoud zitten. En dat doet het gewoon nog steeds heel erg goed. En ik denk dat het de komende 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar niet gaat veranderen. Ik denk dat over het algemeen mensen steeds meer en meer zwembaden willen. Onderhoud hoort daarbij en daar profiteert Pool Corporation van. Natuurlijk profiteren ze ook van nieuwe zwembaden. Is dus ook natuurlijk een gedeelte van hun business. Maar onderhoud en alles wat daarbij komt kijken. Uh, van dingen die in je zwembad moeten, uh, chemicaliën, filters, alles dat levert Pool Corporation. Nou, nah, reiterated its 2024 profit outlook to be in a range of 11.06 en 11.46 per share. Prima. Uh, EPS van 3,26, 3,14 werd verwacht, dus een mooie beat. Omzet 1,43 miljard, 1,40 werd verwacht, dus ja, gewoon mooie beat voor Pool Corporation. Uh, en een mooie stijging van ongeveer 7%. Voor mij ook een hold voor de lange termijn. Het is een mooie compounder geweest. Hele hoge return on invested capital ook voor Pool Corporation. Wat denk ik een hele mooie matrix is om naar te kijken. Uh, dus ja, blij met hoe ook Pool Corporation het uh, doet. Staat toch uh, nou, 1000 euro in de plus ondertussen met Pool Corporation. Dan hebben we Ultra Beauty. Met Ultra Beauty sta ik dan weer in de min. 540 euro in totaal in de min met Ultra Beauty. Lage waardering. Mocht die verder zakken, zie ik mezelf een pluk van Ultra Beauty bijkopen. Uh, ik denk ook dat Ultra Beauty een winnaar is voor de lange termijn, wat die ook eigenlijk is geweest. Nu zien we een daling, de waardering is lager. Uh, Warren Buffett heeft zelfs een positie in Ultra Beauty genomen. Hier zo beneden werd dat bekendgemaakt. Uh, vervolgens was Ultra Beauty flink gestegen. Naar zo rond de 360, 370, waar hij nu dus ook ongeveer zit. Daar nog even gedaald, gestegen en nu weer rond de 367. Uh, voorlopig dus toch wel een hold. Mocht die zakken, zal ik Ultra Beauty waarschijnlijk bijkopen. Maar tegelijkertijd, ik wil het niet zo'n grote positie maken als, nou, zeg bijvoorbeeld, vanaf de 6000 euro. Dus mocht Ultra Beauty zakken nog eens 1000 tot 1500 euro, zou ik er wel in willen stoppen. Dan hebben we dus ASML. Net even kort doorgenomen. Ik had dus ASML verkocht uh, voor 798 euro. Twee stuks die ik had. En vervolgens vijf stuks gekocht voor 641,4. Ondertussen ASML 661 naar nou, 662 op dit moment. Ja, heel volatiel geweest. Afgelopen half jaar zat zo rond de ja, 1000 euro, gezakt naar zo rond de ja, 662. Is natuurlijk een hele mooie winnaar geweest op de lange termijn, maar nu toch echt wel een flinke dip. Maar ja, Ik denk gewoon dat ASML te duur was geworden. ASML had een hele hoge waardering, heel veel groei zat ingecalculeerd. Nu is ASML flink gedaald en nu is ASML nog steeds duur. Maar ik denk niet meer zo overdreven duur als ASML was. Dus ik heb weer een positie in ASML. Mocht ASML weer stijgen naar zeg de 900. Ja, dan zie ik mezelf weer winst nemen. Mocht ASML zakken. Dat heb ik eigenlijk het allerliefst. Ik denk dat ASML een geweldig mooi bedrijf is. Ik denk dat ASML een monopolistische positie zal behouden in de chipwereld. Met de beste machines die ze maken voor de chips. Um, ik denk dat de concurrentie... Uh, niet in de buurt kan komen van ASML omdat ASML zoveel ervaring heeft, blijft investeren. Uh, klanten zijn heel tevreden met ASML. Maar ja, ASML heeft nog steeds een hoge waardering. Een PI-ratio /E van 37,9. Oké, okay, de Ford PI-ratio /E is wel een heel stuk lager. Uh, toevallig heb ik ook op Patreon en Discord een uh, ...bear base en case gepost van ASML. Um, Onder nou, mijn uh, waarderingen en onder de video's. Een aparte video van ASML. Um, en in die video met mijn bear case, base case en boolcase kan je zien dat met de boolcase ja, je hele mooie rendementen kan behalen met ASML. Maar mijn base case, ja, ook mooie rendementen. Maar het liefst heb ik toch meer rendement dan dat. Dus het liefst heb ik dat ASML zak naar onder de 600 zou mooi zijn. Dan kom je uit in mijn base case uit mijn hoofd boven de 9% rendement per jaar. Uh, en rond de 550 euro zou nog mooier zijn. Dan kom je boven de 11% rendement per jaar in een base case. In een pool case veel meer. En het mooie is ook, denk ik zelf, in mijn bear case, dat ASML de komende 5 jaar niet slecht zal doen. Dus ASML gaat denk ik niet zomaar vanaf nu de komende 5 jaar nog eens 30, 40, 50% omlaag. Vanwege dus de monopolistische positie die ASML heeft. De sterke positie. Heel veel cash. Heel winstgevend. En ga ze maar door. Maar nogmaals, ja, het blijft een heel duur aandeel, ondanks dus een enorme daling. Uh, op dit moment rond de 3.300 euro. Ik denk helemaal prima voor mijn portfolio. Het liefst heb ik dat die zak naar de 600 of naar de 550. Dan zal ik het heel graag, zeg weer een top 5 positie ongeveer willen maken. Op dit moment met de huidige waardering een wat kleinere positie. Dan hebben we Pfizer. Pfizer is voor mij een hold als dividend aandeel. Nokia is ook een hold als een uh, waarde slash dividend aandeel. Nokia wel flink gestegen de laatste nou ja, paar maanden. Uh, in juli, augustus, zo rond de 3,5. Nu rond de 4,4. Had laatst ook mooie kwartaalcijfers bekendgemaakt. Dividendpercentage van 2,76%. Nou, Nokia focust zich de laatste tijd vooral op free cashflow optimaliseren. Dat doen ze heel erg goed. Op dit moment nou, een hold. Ahold is ook een hold. Uh, al zijn Nokia en Ahold wel aandelen die ik eventueel zou verkopen, mocht de beurs zakken. Uh, dit zijn ook weer van die stabiele aandelen die waarschijnlijk niet flink zullen zakken als de beurs uh, in het algemeen flink daalt. Dus inderdaad, als de SP 500 met 10, 15, 20% zakt, uh, als we negativiteit krijgen, dan zullen waarschijnlijk Nokia en AHOL maar met een procent of 5% zakken. Dan zal ik misschien daar wat verkopen om dan weer een afgestrafte Shopify te kopen, of een afgestrafte uh, Salesforce te kopen, of een afgestrafte Fortinet te kopen. Of andere aandelen die ik in de gaten hou. Die, denk ik, heel sterk zijn. Maar die ik op dit moment toch wel heel erg prijzig vind. Of misschien inderdaad een aansmel als die verder zakt. En dan hebben we Alven. Ja, die doet het toch wel heel erg slecht. Vandaag een mooie dag, plus 8,6%. Maar flink gedaald. Uh, ik ben benieuwd naar de komende kwartaalcijfers nog bij Alve Hopelijk dat we dan weer iets van positiviteit gaan horen. We gaan het zien. Um, Inmote is voor mij een hold op dit moment. Uh, Hoeja is ook een hold. Is ook heel volatiel. Dubbel op volatiel, een Chinees groeiaandeel. Was ongeveer verdubbeld eh, toen Chinese aandelen flink waren gestegen. Zoals dus ook een Alibaba en, en, en ja, eigenlijk allemaal. Maar ondertussen weer ongeveer gehalveerd ten opzichte van die <laughs> verdubbeling. Eh, het blijft voor mij nog altijd een heel goedkoop aandeel. Nou, ze hebben gewoon eh, volgens mij nog steeds meer cash eh, dan de totale marktwaarde van Huya. Eh, en eh, in dat opzicht, ik denk qua risk reward een hele mooie. Als Chinese aandelen het goed gaan doen, dan zal Hoeja waarschijnlijk ook flink stijgen. Dus dat is even mijn portfolio, mijn transacties, uh, mijn gedachten bij bepaalde aandelen. Welke ik wil verkopen, welke ik eventueel wil bijkopen, afhankelijk van wat er gaat gebeuren. Nou, ik ben dus mijn cashpositie wat aan het opkrikken. Ik heb nu op dit moment een record aan cash. Ik heb nog nooit zoveel cash gehad. Ook toch wel mooi dat de aandelen die ik heb verkocht, dat ze bijna allemaal lager staan. Dus een BYD heb ik verkocht, staat nu toch lager. Uh, Dropbox, uh, Hims en Hers. Uh, nou, ASML heeft een hele mooie swing trade meegemaakt. Uh, kan natuurlijk nog alle kanten op gaan. Maar het is altijd wel leuk als je uh, een aandeel verkoopt en het aandeel daalt. En andersom als je koopt als een aandeel stijgt. In ieder geval als je wil dat het aandeel stijgt. Soms als ik koop wil ik dat het aandeel daalt zodat ik kan bijkopen. Dus het hangt er een beetje vanaf. Ja, en een hele mooie dag uh, vandaag. En een record aan totale winst. Letterlijk nu op dit moment 37.600. Nou, uh, 39 euro ongeveer. Um, ja, ik blijf aandelen duur vinden. Ik denk ook dat ik het op dit moment gepositioneerd heb uh, door mijn cashpositie op te bouwen. Er zijn natuurlijk heel erg veel verschillende strategieën. Er zijn mensen die uh, hele portfolio's uh, kopen, verkopen, heel erg veel traden. Ik maak af en toe swing trades. Ik zit er misschien een beetje tussenin. Er zijn ook mensen die nooit iets verkopen, die alleen maar kopen, 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 wat ja, ook eigenlijk prima is, waar ook zeker wat voor te zeggen is. Maar op dit moment, met de huidige hele hoge waarderingen, ben ik zelf blij dat ik mijn cashpositie aan het opbouwen ben. Uh, als we eventueel negativiteit krijgen. Misschien zelfs de komende 2-3 weken. Want we krijgen heel veel kwartaalcijfers. Als we flinke dalingen krijgen. Zoals het bijvoorbeeld bij een ASML. Dan ga ik dus mijn opgebouwde cashpositie gebruiken. Om hier en daar wat te kopen. En ik zal jullie natuurlijk op de hoogte houden. Van wat ik allemaal koop en verkoop. Nou, hoop ik weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Als het zo was klik zeker even die like voor me. Mocht je trouwens ook lid willen worden van Patreon en Discord, ik zou het enorm waarderen. Je zou echt het kanaal natuurlijk enorm helpen daarmee. Link in de omschrijving. En daar post ik dus altijd meteen als ik iets koop of verkoop. Ik post nog af en toe exclusieve video's, zoals dus gisteren of eergisteren. Uh, gisteren een uh, waardering van ASML. Ik post er uh, nou, wat bear, base en bull cases. Uh, je kunt met mij en andere beleggers chatten over van alles nog wat. Dus uh, nou, als je lid zou willen worden, ik zou het natuurlijk enorm waarderen. Dat gezegd hebbende, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer weer en later.